Wat doet CRV nog meer om milieuefficiëntie van de melkproductie te verhogen? CRV gaat verder met onderzoek. We onderzoeken nu ook methaanemissies van individuele koeien. En er loopt een proef op 100 bedrijven, dat zijn ongeveer 15.000 koeien, met methaansniffers. En daar meten we de individuele uitstoot van de dieren. En dit doen we in samenwerking met Wageningen Universiteit en ook met Friesland Campina. Een ander onderzoek loopt op onze CRV voerefficiëntiebedrijven in samenwerking met Agrifirm. Ook hier worden individuele koeien gemeten op methaanuitstoot. Deze gegevens bij elkaar maken het mogelijk om een fokwaarde voor methaanemissie te ontwikkelen. Want we zien grote individuele verschillen tussen koeien van 400 tot 650 gram per dag. En we zijn op zoek naar die genetische verschillen tussen koeien als het gaat om uitstoot. Het blijkt namelijk dat verschillen in methaanuitstoot tussen individuele koeien maar liefst voor 30% erfelijk bepaald zijn. En hieruit vloeit voort dat we naar verwachting in 2025 een fokwaarde voor methaanemissie hebben.